Thomas Kiekers, ja, ik ben hij bij Maastricht UMC Plus en die stond hij in een soort iglo. Hartstikke leuk, toch? Waarom niet ook? En wat doen we hij? Ja, vandaag kregen alle medewerkers van Maastricht UMC Plus kregen allemaal een kerstpakket aangeboden en ze hebben dat sushi aangepakt en dat willen we even in beeld brengen, want de lui van de zorg verdienen natuurlijk ook een duimpje. Wat is Loos in Maastricht? Wat is Loos hij bij Maastricht UMC Plus? Bij het Maastricht UMC Plus, hè? Wat heb je toch een chic, ja, wie wil ik het zeggen, een chic kerstevenement opgezet? Ja, dank. Ja, dit is natuurlijk voor alle medewerkers van ons MUMC. En voor welke gaat voor hun doen, dus dan heb ik voor dit voor hun opgezet. Ja, dan zien we toch eens benieuwd aan hoeveel kerstpakketten heb je eigenlijk. Gisteren hebben we 4200 kerstpakketten uitgedeeld en in totaal zijn het er 6300. Voor alle medewerkers die hier in loondienst werken en voor al onze vrijwilligers hebben we ook een kerstpakket. Ja. En de medewerkers die dit jaar met pensioen zijn gegaan, die dus dit jaar nog hier hebben gewerkt. Ja, 6300, hoe is dat nu goed? Ja, je hebt me 100 verteld, Suus, hè? Ja. Ja. Nee, maar... Erg, hè? Ja. Ja. De aantal is een beetje op en neer, maar ja. We hebben altijd wat reserve. Ja, voor hem is dat altijd dus afgevraagd van wie wil je zo eigenlijk werken in het ziekenhuis. Ja, nu zeg ik 6300 mee. Ja, klopt. Ja, wat heb je eigenlijk zo goed uitgepakt? We willen natuurlijk die waardering voor de medewerker heel graag omhoog halen. De zorg gaat heel veel voor ons, dus we willen natuurlijk ook heel graag het truc doen. En dit is dus een van de evenementen wat veel voor hun organiseren. Om te laten zien dat we ook voor hun daar zijn. Super. Ja, is het de eerste keer dat je dat had? Nee, dat is de tweede keer. Vorig jaar was wel de eerste keer dat we dat deden. Ja, dat vonden de medewerkers zo ontzettend leuk. Vooral ook nog de corona natuurlijk. Ja, iedereen wil weer naar boeten. En ja, ze vonden het zo leuk. Daarvoor heb ik dat voor doen het gewoon weer. Ja, hartstikke leuk. Ja, willen jullie misschien nog iets tegen de kijkers zeggen? Ja, ik wil wel nog iets zeggen. Wij organiseren dit vanuit Met Hart voor Jou. Dat is de naam waar wij voor staan met z'n tweeën. En dat is ook echt waar wij het hele jaar voor doen. Hè? Want we organiseren dit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook op de dag van de zorg, de dag van de verpleging, organiseren wij iets voor medewerkers. En eigenlijk op allerlei feestdagen. Dus het is nu vandaag op het eindejaars-event. Maar de rest van het jaar organiseren we dus ook leuke, kleinere evenementen voor medewerkers vanuit Met Hart voor Jou. Ja, dus er is eigenlijk altijd feest aan het ziekenhuis. We maken er gewoon een feestje van. Ja. Okay. Ja, neem eens aan Bo, bekend gezicht. Ja, Bo, die werkt ook uit Maastricht UMC Plus. Dat is een lui laten slapen. Onder andere. Ik ben inderdaad ook ambassadeur met een project met Heel ons Hart en Hart voor Jou. En dat betekent tot voor onze collega's een extra hart onder de riem steken. Ja, wie ga je aankomen? Ik dacht, je zit in een Wonderland. Hè? Ja, Maastricht ja, UMC Plus Wonderland. Ja, we hebben Winterland naar het MUMC gebracht. En vooral de lui persoonlijk een eindejaarsgeschenk te kunnen overhandigen. Te kunnen bedanken voor afgelopen jaar. En vooruit te kijken naar volgend jaar. Ja, en uur is just, hè, van de collega's te zien 6300 medewerkers. Ja, klopt. Ja. Dus, en iedereen krijgt persoonlijk zijn cadeau overhandigd. En maakt een rondje lopen over de kern of over de kerstmarkt. En zo proberen vooral in verbinding te blijven met de medewerker. Ja, en durft er nu alle 63, kent ze nu iedereen of niet? Iedereen. Ik heb iedereen omhelst en geknuffeld en bedankt. Dus, nee, dat is een heel leuk evenement. Zeker. Ja, wil je nog tegen onze kiekers zeggen? Maar... Ja, zeker. Zoek ze een baan of wel ze nog wisselen, kom naar het MUMC. Want we zien ook werkgever van een jaar geworden in 2023. En niet voor niks, zoals jij kunt zien. Dus allemaal een goed einde en een schoon 2024. Oh, ik weet wat los is.